Deze podcast wordt je aangeboden door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign, Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen, en Netflex Nijmegen, de flexpartner voor horecapersoneel. Dit is In, de podcast met Raymond Jansen. Wat ik vooral wilde doen, nog steeds wil doen, is snappen hoe slavernij werkt. Al in de Romeinse tijd was Nijmegen een belangrijke vestigingsplaats en toen was slavernij gewoon heel gebruikelijk. Ik denk dat binnen de context dat er op een nette manier excuus is gemaakt. Van Heus gaat over Nederlands-Indië, over Indonesië. Ja, daar kun je wel nodig over zeggen, over wat de man heeft uitgevreden. Ik vermoed dat er zelfs wel ergens een Hitlerstraat is geweest. Mijn gast van deze week is historicus en onderzoeker naar het Nederlands slavernijverleden, Koen van Galen. Mijn naam is Raymond Jansen. En vanuit Nijmegen is dit jaargang 3, aflevering 89 van In de Podcast. Welkom in de podcast, meneer van Galen. Straks praten wij uitgebreid over uw werk als onderzoeker aan de Radboud Universiteit hier in Nijmegen. Maar eerst, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door vrienden van de show. Mensen die met een kleine vergoeding helpen om deze podcast wekelijks te laten verschijnen. Dat kan al vanaf 2 euro per maand. Wie meer weten, ga dan naar indepodcast.nl/petjeaf en word vriend van de show. Goed, straks Rob Jaspers over wachten op een woning in Nijmegen. Maar eerst... Dit is In de Podcast. Ja, meneer Van Galen, straks meer over uw werk hier. Maar eerst, wat is u in het lokale nieuws recentelijk opgevallen? Ik ben historicus en wat mij vooral opviel was het vertrek van de stadsarcheoloog van Enkelvoort. Ja. En wat ik heel mooi vond is dat hij heel mooi liet zien hoe ontzettend oud onze stad is. Ja. Want Nijmegen is natuurlijk de oudste stad van Nederland. Dat laat hij zien. En wat mij natuurlijk persoonlijk heel erg trof was dat hij ook een verbinding legde met slavernij in zijn afscheidswoorden. Waarbij hij eigenlijk ook inging op, ja, als je het hebt over slavernij hoef je eigenlijk niet verder te kijken dan de Nijmeegse binnenstad. Ja. En dat vond ik een hele mooie. Hoe belangrijk is het dat een stad een archeoloog heeft, een eigen archeoloog? Nou, in Nijmegen zijn wel eens rampen gebeurd in de tijd dat er nog geen stadsarcheoloog was. Omdat er dan gewoon dingen werden weggegraven die ze niet hadden mogen weggraven. Dus het is voor een stad als Nijmegen echt essentieel. Omdat we natuurlijk 2000 jaar lage geschiedenis hier hebben. Ja. Dus het is niet alleen maar mooie kennis, maar ook hele nuttige kennis. Het is nuttige kennis, het levert heel veel op. En je ziet ook dat de stad er ook van profiteert. Nijmegen heeft niet voor niks heel lang de kreet Nijmegen als oudste stad van Nederland gebruikt als een marketing toe. Overigens, u bent historicus. Die hele kwalificatie van oudste stad, daar was onder historici ook nog wel wat discussie over. Hè? Ja, Nijmegen lijkt het gewonnen te hebben omdat er bewijsmateriaal is gevonden dat Nijmegen eigenlijk altijd tot zekere hoogte bewoond is gebleven. Ja. En dat maakt het verschil met bijvoorbeeld Maastricht, waar dat niet aantoonbaar is. Nee, oké. Tegenwoordig is de opvatting, wetenschap is ook maar een mening, nogal eens gangbaar hier en daar. We weten het dus wel, zegt u. We denken het wel echt te weten. Ja, ik ben historicus, we zijn altijd voorzichtig. En dat zijn wetenschappers, als het goed is altijd. Maar ik vind, er is een verschil tussen een mening en een goed onderbouwd onderzoek. Ja. De stadsarcheologie had voor mij een beetje het beeld van oude mannen die na hun pensioen met hun geboorteplaats of hun woonplaats aan de slag gaan. Klopt dat beeld of zit ik er dan echt heel erg naast? Nou, Nijmegen's stad is heel erg in ontwikkeling. Er wordt heel veel gebouwd, er wordt heel veel veranderd in de stad. En dan is juist de archeologie heel belangrijk om die sporen van de geschiedenis vast te houden. Ja. Maar ook om te snappen eigenlijk hoe de stad ontstaan is en wat er allemaal ligt. En nou, denk maar aan, je vindt soms wonderlijke dingen, zoals bijvoorbeeld die mevrouw die op een gegeven moment opgegraven is midden in de Burgstraat. Net onder het plaveisel, daar ligt dan een doodskist uit de vroege middeleeuwen. Dat is waanzinnig. Dat soort dingen kan alleen maar in een stad als Nijmegen. Ja. Dat soort vondsten vertraagt natuurlijk soms ook allerlei ambitieuze nieuwbouwprojecten. Wordt daar vandaag de dag wel genoeg rekening mee gehouden? Wordt dat ingecalculeerd dat je in een stad als Nijmegen gewoon dit soort dingen tegen kunt komen, dit soort vondsten? Gelukkig wel. Ja. Tegenwoordig is het gewoon verplicht om vooronderzoek te doen. En dan gebeurt nog wel eens een keer gekke dingen. Maar het levert soms ook waanzinnige nieuwe vondsten op en nieuwe inzichten op. Zoals laatst afgelopen zomer nog met die vondst van het tempelcomplex. Net aan de overkant van de rivier. Dat zijn geweldige ontdekkingen waar we nooit verwachten dat ze boven water zouden komen. En ook veel ouder nog dan we dachten aanvankelijk, toch?
Ja, allemaal uit de relatief vroege Romeinse tijd. Dit is In, de podcast. Mijn gast van deze week, we hoorden hem al, is universitair docent aan de Radboud Universiteit al hier, Koen van Galen. Hij doet onderzoek naar de geschiedenis van mensen die in slavernij leefden en hoe slavernij tot heden in de maatschappij doorwerkt. Hij werd bekend als projectleider van de projectgroep Historische Database Suriname en Caraïbe. Samen met vrijwilligers heeft hij onder andere de slaafregisters van Suriname en Curaçao online ontsloten. Meneer van Galen, u noemde slavernij ergens in een interview ooit een veelkoppig monster. Leg die kreet eens uit. Wat ik daarmee bedoel is dat slavernij is niet alleen de narigheid van iemand die gedwongen wordt iemand anders om te werken. Slavernij misvormt ook je samenleving. Slavernij leidt er ook toe dat de samenleving kwaadaardiger wordt dan nodig is. Ik zal een uitleg geven. Wij hebben het altijd over slavernij, maar eigenlijk heb je het over mensenhandel. Ja. En slavernij is de historische term, maar mensenhandel bestaat natuurlijk nog steeds. En wat je ziet is dat op het moment dat slavernij standaard onderdeel wordt van de samenleving, zoals in Suriname was, waar op een gegeven moment 96% van de bevolking in slavernij is, zo, dan zie je gewoon dat er dat de hele samenleving zich daarna moet richten. Dus het is niet alleen die mensen die in slavernij zijn en eventuele al dan niet kwaadaardige slavenhouders, maar de hele samenleving gaat daarin mee. En geweld, slavernij, mensenhandel kan niet bestaan zonder geweld, want je moet mensen dwingen. En dat zie je dat geweld ook op allerlei manieren terugkomt. Maar ook bijvoorbeeld terugkomt in copingstrategieën van de mensen die in slavernij zijn. En zelfs in de manier waarop zij later met hun eigen kinderen omgaan. Ja. Omdat het getraumatiseerde mensen zijn. Ja. En dat zijn effecten die werken ook heel lang door de samenleving. Maar ook de manier hoe mensen worden weggezet. U zegt 96% van de inwoners van Suriname. Ja. Dat is zowat een heel land. Ja. Even voor het tijdsbeeld. Wanneer speelde dat? Dan hebben we het over de late 18e eeuw. Maar ook toen slavernij werd afgeschaft in Suriname, rond 1863, was nog altijd binnen het koloniale deel van Suriname, ongeveer 70% van de bevolking in slavernij. Ja, dat is nog steeds enorm. Nog steeds enorme aantallen. Ik heb me ooit door een bioloog laten vertellen dat je niet over DNA mag spreken als je niet weet wat het betekent als bioloog. Maar ik heb ook ergens gelezen, dat zit dus echt in die generatie van mensen. Die emotie en die angst en dat gevoel van eigendom te zijn geweest. Dat is een reden wat we bij onderzoeken met het project Historisch Database van Suriname Curaçao. Niet alleen hoe slavernij werkte, maar ook hoe slavernij doorwerkt. Mm-hmm. En die doorwerking is interessant. Daar wordt veel over gediscussieerd. Maar wat ik eigenlijk wil snappen is, wat gebeurt er daarna ook? En daar zie je eigenlijk al twee dingen optreden. Eén is dat ook mensen na slavernij nog steeds niet serieus gewoon volwaardig gezien worden als medemensen. Dus omdat zij zwart zijn, omdat ze in slavernij hebben geleefd, worden ze nog steeds als minderwaardig beschouwd en ook zo behandeld door de overheid. En dat leidt natuurlijk, dat werkt door in economisch opzicht. Mensen kunnen niks opbouwen. Ook omdat ze geen geld, niks hadden toen ze vrijkwamen. Maar wat je ook ziet is dat er de onderdrukkingsmechanismen uit slavernij kunnen heel lang doorwerken. Mensen houden niet op met slaan in 1863. Nee. Ook daarna gebeurt dat nog. En je ziet dat ook in de manier waarop familiesystemen werken in Suriname bijvoorbeeld, dat relatief heel veel huiselijk geweld en dergelijke plaatsvindt, nog steeds. En de vermoeden is dat een doorwerking is. Ja, ja, omdat mensen al generaties lang geconfronteerd zijn met geweld, wordt dat, zeg ik dan maar even heel eenvoudig, toegankelijker binnen gezinnen. Toegankelijker is een gevaarlijk woord, maar wat je in ieder geval ziet, en dat nou ga ik even af op wat mijn collega's bij psychologie en dergelijke vertellen, op het moment dat er trauma's zijn in families, mensen die in slavernij zijn, zijn getraumatiseerde mensen. Op het moment dat zij vrijkomen en er mag niet meer worden over gepraat, want het is al verleden tijd en we gaan verder en het is ook iets waar mensen zich voor schaamden, dan zie je dat het blijft doorsluimeren in hoe mensen met elkaar omgaan, maar ook het idee dat ze op een bepaalde manier minderwaardig zijn omdat zij uit slavernij afkomstig zijn, omdat ze een kleurtje hebben, weer kan doorwerken in hoe families functioneren. Nu natuurlijk niet bij iedereen zo, hè? Nee. Maar dat gebeurt wel met regelmaat. Nog niet zo lang geleden maakte premier Rutte namens de Nederlandse staat zijn excuses. Hij deed dat, ik citeer even, postuum aan alle tot slaaf gemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden, aan hun dochters en zonen en al hun nazaten, tot in het hier en nu. Dat was natuurlijk heel goed nagedacht over die formulering. Is die compleet genoeg wat u betreft? Er zal altijd kritiek op zijn. Ik denk dat binnen de context
dat er een op een nette manier excuus is gemaakt. Ja. Ik denk ook dat er serieus werk vanuit is gemaakt vanuit de overheid. Wat ik natuurlijk wel meteen afvraag, wat gebeurt er daarna met die excuses? Want excuses, zoals iedereen weet, werken niet alleen maar als je ze maakt, maar je moet er ook iets mee doen. Ja. Maar ik denk dat dit wel een goede stap is geweest, ja. Ja. Er zal altijd kritiek zijn, zegt u. Ja. Wat voor kritiek is er? Het liefste ligt natuurlijk aan wie je het vraagt. Maar er was natuurlijk vrij veel kritiek vooraf van, kan de Nederlandse overheid min of meer opleggen dat er nu excuses worden aangeboden? Want dat voelt toch als een soort herhaling van zetten waarbij Nederland bepaalt. Het proces, zeg maar. Het proces, dat was wat moeilijk. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die zeggen, ja, maar er was ook slavernij in Nederlands-Indië. Er was ook slavernij in andere gebieden die eerder onder Nederlands gezag waren, zoals Zuid-Afrika of Guyana. Die kritiek zal er zeker zijn. Ja, ja. U bent als witte man begonnen aan het onderzoek. Een onderzoek dat heel erg veel mensen van kleur betreft. Heeft dat nog voor ruis gezorgd? Nee, ik ben er altijd heel open in geweest. Ik weet dat ik een witte man ben. En het is niet mijn bedoeling, en dat is denk ik wel belangrijk, om mensen te dwingen om op een bepaalde manier naar slavernij te kijken. Wat ik vooral wilde doen, nog steeds wil doen, is snappen hoe slavernij werkt. Ja. En dat gaat ook breder. Vandaar dat ik zo getriggerd was door dat verhaal van de stadsarcheoloog. Dat gaat ook breder dan Suriname alleen. Ik ben zelf gepromoveerd in de oudheid. Dus ik ben eigenlijk ken de geschiedenis van de Romeinse tijd goed. En ik weet natuurlijk dat slavernij daar ook een rol speelde. En wat je daar ziet, is eigenlijk de mechanismen die achter slavernij zitten. Ja. Want het wordt nu gekoppeld aan racisme. En dat is logisch voor de transatlantische slavernij. Dus de slavernij in Suriname en Curaçao. Maar wat je eigenlijk veel meer ziet, is dat slavernij altijd bestaat als een groep is die meent dat andere mensen overheerst mogen worden. En de overheid op een of andere manier die zwakke groep niet in bescherming neemt. Ja. En dat was natuurlijk in de Romeinse tijd ook. En dan moeten er altijd ook nog excuses worden bedacht waarom je iemand mag overheersen. Ja, ja. En die uitsluitingsgronden, in dit geval is dat racisme geweest. Dus mensen uit Afrika, maar ook mensen uit Indianen bijvoorbeeld, die in slavernij werden gebracht. Maar in de Romeinse tijd was dat vaak schuldslavernij of mensen die gevangen waren genomen in oorlogen. Ja, dan had je het verbruikt, dan was je geen vrij mens meer, dus dan kon je verkocht worden. Ja. Dus dan op die manier worden mensen gekleineerd. Ja. En die kleinering die zie je overal in slavernij. En dat is wat mij zo fascineert aan slavernij. In het geval van Suriname is dat natuurlijk heel nadrukkelijk gekoppeld aan kleur. Ja. Ik ben begonnen met het ontsluiten van het register van Suriname. Daarna Curaçao. Nou, het register van Curaçao staat ook online sinds 2020. En we zijn nu eigenlijk een stap verder aan maken. Omdat we, kijk, de wereld houdt niet op voor mensen in 1863 als de slavernij wordt afgeschaft. En we willen, wat ik al zei, we willen snappen wat daarna gebeurt. Mm-hmm. Dus we zijn nu met een project bezig met heel veel vrijwilligers ook weer om de burgerlijke stand van Suriname en Curaçao ook online beschikbaar te maken. Nee. Zowel voor onszelf onderzoek. Maar vooral ook natuurlijk, zodat iedereen zelf kan kijken. Want dat vind ik heel belangrijk. Ja. En als er luisteraars zijn die mee willen doen, HDSC, Source Database Suriname Caribe, .ning.com, hdsc.ning.com. Ja. Dus meld u aan. Wij willen heel graag nog vrijwilligers bij. Ik zal de website ook noemen in de show notes van deze aflevering. Bedankt. U noemde net ook met reden bijvoorbeeld voormalig Nederlands-Indië. Zou dat een vervolgstap kunnen zijn in dit onderzoek? Nou, we zijn nog met een onderzoek bezig om te kijken wat daar nog is. Want daar waren namelijk ook slavenregisters. Alleen weten we inmiddels dat die weer heel erg fragmentarisch zijn. Dus er zijn wel resten van. En daar willen we ook wel over publiceren. Maar er komt waarschijnlijk niet een database van op de manier zoals we dat van Suriname of Curaçao hebben kunnen maken. Omdat daar zijn ze bijna compleet. Ja, oké. Okay. Even uw persoonlijke interesse. Kijk, u heeft een wetenschappelijke interesse in dit onderwerp. Is het ook iets wat u als persoon boeit? Nou, mijn drijfveer bij onderzoek is altijd om te snappen hoe samenlevingen werken. In dit geval een samenleving met slavernij en de doorwerking daarvan. Maar mijn persoonlijke drijfveer heeft vooral te maken met rechtvaardigheid. Ik vind dit een hele slavernij is een heel onrechtvaardig systeem uiteraard. Ja. En wat ik mij vooral heel erg triggerde aan het begin al meteen al, dat deze bronnen gewoon niet beschikbaar waren voor niemand. Nee. Dus voor iedereen die onderzoek deed naar zijn voorouders in Suriname of in Curaçao, daar liep de grens dood in 1863. Ja. Dus en ik wilde dat, ik vond dat dat niet kon. Nee. In Nederland kun je rustig doorzoeken tot de 18e eeuw, daar niet. Nou, dan moeten we zorgen dat het online komt te staan. Dus dat speelde aan het begin heel erg mee. En ik denk dat dat heel waardevol is geweest voor heel veel mensen. Ja. Hoop ik tenminste. Goed, we gaan terugbladeren. Terugbladeren.
Zo is dat. Terugbladeren door oude kranten op zoek naar nieuws, Rob, dat altijd actueel blijft. En helaas is het actueel. Wachttijden voor een woning. Wachttijden voor een woning, ja, we schrikken daarvan. Bouwen. De wachttijd is opgelopen, werd gemeld in de stad Nijmegen met 2 maanden. Ik geloof naar een kleine 2 jaar, geloof ja. ik. Of 18 maanden, ik weet het even niet precies. Maar wel weer toename. En daar hebben we er schrik van hoe kan dat, et cetera. Maar toch bij dat terugbladeren, even in 1995, hè, is er wel heel lang geleden. Toen was de wachttijd 32 maanden. Zo. Voor een woning. En dan denk je van god, hoe kan dat? Ja, toen lag de bouw soms stil, toen waren we ook afhankelijk van anderen. Toen moest er ook een duw gegeven worden. Toen was Nijmegen aan het zoeken van waar kunnen we bouwen? De ideeën voor de Waalsprong. Toen vluchten mensen de stad uit, want hier in Nijmegen was niks te doen. Dus mensen nu juist naar de stad toe komen, meer vanuit de Randstad. Naar de stad toe. En overigens, die 32 maanden, die liep in de jaren daarna op naar 36 maanden. En iets wat sowieso een probleem was, er was toen geen onderscheid tussen een starter op de woningmarkt, een jongere op de woningmarkt of iemand die van hogere leeftijd van een woning doorstroomde. Dus met name voor starters was het echt dramatisch. Ja. En dat denk je van god, in 96, van hoe lang duurde dat? Nu wordt ook gezegd, we gaan bouwen. Nou, in 2003 zat de markt, dus weer 8 jaar later, zat de markt nog steeds helemaal muurvast. Toen was zelfs in Arnhem de wachttijd 4 jaar geworden op een woning. Maar ook in Nijmegen was het een crime. Dat zat lager dan in Arnhem. Het was gewoon een crime. En in 2006 was er een SP-raadslid die riep op in een opiniebijdrage. Een deltaplan voor het wonen moet er komen. En er stonden decreten bouwen. Ik weet niet hoe vaak wij dat gehoord hebben in de afgelopen decennia en hoe vaak wij dat al genoemd hebben in onze podcast. Dus het geeft even iets aan. Je denkt op het moment dat we wat roepen, dan komt het wel goed. Ja. Maar het is al 100 keer geroepen. Ja. En een belangrijke rol daarin. Kijk, we hebben natuurlijk ook crisis gehad. Iedereen denkt, we hebben nu een crisis. We hebben door de Oekraïne. En we hebben daarvoor een hoogtij gehad. Alle prijzen stijgen. Er werd volop gewerkt. Maar we hebben meer perioden gehad. Kijk, was het in 2014, 2015... Toen lag de bouw ook in de stad ook helemaal compleet stil. Toen is er nog een idee. Weet je, we gaan de bouw redden. We gaan honderden tijdelijke woningen bouwen. Er is zelfs een onderzoek gedaan. 7 locaties in de stad om tijdelijke woningen neer te zetten. Om in ieder geval iets van de grond te krijgen. Maar heel even, want we noemen het een woningcrisis. Hè? Maar een crisis is toch altijd het resultaat van verkeerd beleid. Verkeerde keuzes, verkeerde inschattingen. Nou, kijk, je kunt natuurlijk ook verrast worden. Kijk, natuurlijk, Oekraïne is een crisis die hebben we niet kunnen voorzien. Je hebt ook een economische crisis. Ik noem maar wat. We hebben een tijd lang gedacht, de ontwikkelaars, de projectontwikkelaars, die hebben geld en die kunnen bouwen. Toen kwamen er plannen, ik noem maar wat, voor de Hessenberg. Toen kwamen plannen voor de Marielaan. En vervolgens wordt het crisis. En toen konden die plannen niet meer realiseren. Toen hebben we bijvoorbeeld corporaties, hebben de Hessenberg overgenomen. Thales heeft de Hessenberg overgenomen. Thales is ook actief geworden, dacht ik, aan de Marielaan. Ja. Omdat de ontwikkelaars, degene die met zakken geld, de vrije markt, die zou dat wel even oplossen. Nee, toen moest toch weer teruggevallen worden op de corporaties. En eigenlijk is dat nu weer. De corporaties hebben heel lang dat geld moeten inleveren van die verhuurdersheffing. Mm-hmm. Nu vanaf dit jaar is die verhuurdersheffing vrij, 31 miljoen. Dus nu is die oproep, ze kunnen weer bouwen. Dus je ziet dat beleid. Er is blij, maar er zijn ook crisis. Het is niet altijd 1 opgaande lijn. Hè? Nee. Als jij zelf in je geschiedenis terugbladert, dan zie je ook, er zijn mooie tijden, er zijn minder mooie tijden. En dat heeft altijd gevolgen. En wie had de Oekraïne-crisis, dan hebben we de energieprijzen, maar alles stijgt in prijs. Ja. Je hebt ergens aanbesteed als ontwikkelaar, van hoe moet je daarmee omgaan? Even los van, hoe kom ik aan de spullen? Want het moet ook nog gemaakt worden. Dus sommige, het is niet alleen de prijs, maar soms moeten ze ook heel lang wachten op de juiste materialen. En het is lastig, maar ik zeg nogmaals 2 jaar wachten. 95 was er dus veel erger. Kijk, soms hoor ik jongeren roepen van dit kan niet enzovoort. En denk ik van god, klop even bij je ouders aan. Blader even terug. Die moesten soms ook heel erg lang wachten. En er zijn wel veranderingen doorgevoerd. Bijvoorbeeld voor starters. Ik geloof in, even kijken, wanneer was dat? Er is een bepaald moment ingevoerd dat starters 25% van de woningen of 30% van de woningen kon toegewezen worden aan starters. Dat is pas heel laat besloten. En zelfs het fenomeen, en nu kun je hebt een wachttijd en dan heb je niet, dan ben je nummer 40 op een lijst voor en dan kom je nooit bij nummer 1. Maar ze hebben inmiddels ook een loten van woningen. En om even aan te geven, dat loten is in 2011 voor het eerst ingevoerd. En eigenlijk, ja, fantastisch. Het was een proef met 2 huizen. Ja. 1 huis in Lent en 1 huis in Nijmegen-Oost. Om te kijken hoe dat zou uitpakken, dat loten. Ik geloof dat nu 15% verloot wordt. Zodat iedereen gelijke kansen heeft. Dus je kunt na 1 dag inschrijven, bij wijze van spreken, kun jij geluk hebben voor het loten van die woning. Ja. Maar dat zijn toch nieuwe dingen
om een soort aan. Er zijn sommige mensen die roepen van we moeten nog meer verloten. Dus ja, hoe ga je om met mensen die denken van ja, ik geef recht. Andere mensen zeggen wel eens, hoe kun je de wachttijd ook verminderen? Er zijn bijvoorbeeld veel ouderen die wonen in een te groot huis. Dan kun je heel simpel zeggen van ja, die moeten maar verhuizen naar een flatje. Maar als jij in een gebied gewoond hebt waar je alles kent, waar je winkels kent, waar je de omgeving kent, de mensen kent. En je moet voor een huurwoning naar de andere kant. Ik ken iemand die woonde in Nijmegen-Oost en die woonde in een te groot huis. En ja, de enige kans was om een flatje te krijgen aan de andere kant van de Waalsprong. Ja. Nou, je bent 70 jaar. Ja, die zegt dan nee, die blijft dan in die te grote woning zitten, omdat die andere kant veel te ver is. Groot, en dan is eigenlijk het punt van, je moet nadenken, moet ik in de bestaande wijken ruimte creëren met misschien kleinere woningen, zodat mensen dichtbij kunnen verhuizen? En heb je sinds een tijdje ook die zelfbewoningsplichten in Nijmegen? Dat betekent dat als je nu een woning koopt, dat je er minstens, ik weet niet, 2 jaar, 5 jaar? 2 jaar geloof twee, ik. Twee jaar dacht ik. Zelf moet gaan wonen, het plan van de Partij van de Arbeid van gewoon Nijmegen.nu. Ik zou zeggen dat is goed, want dat houdt de prijzen in de greep. Maar aan de andere kant, het zijn natuurlijk al, het is wel weer een woning minder die op de markt komt. Ja, maar je voorkomt een ander probleem. En het gaat overigens altijd over kleine aantallen, dat zijn geen duizenden. Ja, ja. En als wij die groei zien, dan hebben we inderdaad die duw nodig. En wil je die ouderen eruit krijgen? Ik geloof dat Brulsen ook nog eens een nieuwjaarspoespraak even vernoemde. Van god, we zijn een andere samenleving geworden. We hebben kleinere woningen nodig. Maar die band met die wijk is zo essentieel. En ik dacht dat in dat tijd, een jaar, anderhalf jaar geleden, bij de Stadsvisie 2035, is er wel door een aantal architecten gesproken. Misschien moeten we in bepaalde wijze in Dukenburg, bijvoorbeeld in die wijken, een aantal woningen gaan combineren tot kleinere woningen. Zodat, of we gaan in de buurt een klaan, we offeren een grasveld op en we zetten daar een aantal mazonetachtige kleine appartementen neer. Zodat mensen toch in die wijk kunnen blijven. Als jij ergens 20 jaar gewoond hebt en als 70 jaar ga je niet naar de andere kant van de stad, want dan ben je je contacten kwijt. Dus je moet iets dichtbij creëren. En ik vind dat daar te weinig over nagedacht wordt. Dus het is niet alleen bouwen, maar ook slim, verstandig bouwen voor degene die wat nodig heeft. Dit is In, de podcast. Ik praat deze week met Koen van Galen, onderzoeker, werkzaam aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij ontsloot het slavenregister van Suriname en Curaçao. Meneer van Galen, wij maken een podcast over Nijmegen. Welke rol speelde onze stad eigenlijk in dit hele slavernijverleden? Als je slavernij heel ruim rekent, dan is die best groot natuurlijk, want al in de Romeinse tijd was Nijmegen een belangrijke vestigingsplaats. Ja. En toen was slavernij gewoon heel gebruikelijk iets. Ja. En dat is eigenlijk nog heel lang zo gebleven. Tot in de middeleeuwen zie je overal in Nederland en ook in Nijmegen zie je slavernij langskomen. Ja, het is een soort aloude business case, zou we een beetje onderbiddig en dat is ook. Ik leg dat ook altijd aan studenten uit, want je denkt al heel snel alleen maar aan transatlantische slavernij, aan de 17e, 18e, 19e eeuw. Mm-hmm. Maar slavernij is iets wat altijd heeft bestaan. Een van de dingen, er is een onderzoek geweest in 2018. Toen bleek dat ongeveer 30.000 mensen in Nederland op dit moment in illegale vormen, uiteraard illegale vormen van slavernij zijn. Ja. Mensenhandel. Ja. En als je bedenkt dat Nijmegen 1% van de Nederlandse bevolking binnen haar gemeentegrens heeft, betekent dat op elk moment hier gemiddeld 300 mensen in een vorm van slavernij zijn. Ja. Dat is iets wat mensen zich nooit realiseren. Slavernij is iets wat niet verdwenen is. Dat bestaat nog steeds. Nee, dat manifesteert zich bijvoorbeeld in prostitutie, dat soort branches, zullen we zeggen. Hè? Andere vormen? Ja, inderdaad vrouwenhandel, maar ook bijvoorbeeld in handel in bruiden. Dus aankoop van mensen voor huwelijken. Mensen die illegaal bijvoorbeeld in landbouw of in bedrijf worden ingezet. Er zijn voorbeelden geweest van mensen die gedwongen werden, letterlijk vastgeketend zaten in restaurants om daar te koken. Ja. Oh, wow. Dat soort dingen. Ja. En niemand ziet dat, omdat het natuurlijk buiten het zicht van mensen gebeurt. En omdat je als je zo iemand op straat tegenkomt, je niet meteen ziet dat iemand in zo'n gedwongen situatie zit. Als we het kleiner maken, we hebben het over de relatie met Suriname en de slavernij. Hoe verhoudt Nijmegen zich dan tot dat verleden? Nou, dan zie je wel heel duidelijk dat Nijmegen wat dat betreft ook echt een stad was in wat toen nog de Republiek de Nederlanden was. Mm-hmm. En nog niet Koninkrijk. Waarin je verschillende manieren die slavernij ziet doorwerken. Je ziet bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven uit Nijmegen die goederen leveren voor plantages, want die plantages waren vaak afhankelijk van goederen uit Nederland. Plantages al daar in Suriname. Ja, en die kochten natuurlijk spullen in, voedsel, maar ook gereedschappen en dat soort zaken. En omgekeerd zie je ook dat mensen zich hier in Nijmegen vestigen die gewoon goed verdiend hebben in Suriname. Er zijn in 1863 zijn er nog
zeker 20 mensen in Nijmegen die geld krijgen met afschaffen van de slavernij. Ja. Want dan wordt slavernij afgeschaft. De overheid zegt, ja, we krijgen daar mensen krijgen daar een vergoeding voor, want het werd gezien als een verlies van bezit voor de slaveneigenaren. Mm-hmm. Dus ze kregen 300 gulden per persoon. En dat was een behoorlijk kapitaal in die tijd. Ja. En ook in Nijmegen waren daar mensen uit de elite die op die manier toch een aardig toucheurtje binnenkregen. Ja. Hoeveel mensen gaat het dan om? Het wisselt een klein beetje afhankelijk hoe je het bekijkt en hoe groot je de regio neemt, maar het zeker om 20 mensen in Nijmegen. Dus dan gaat het om mensen uit de betere klasse. Ja. Wat je ook ziet is bijvoorbeeld ook mensen die na die tijd komen rentenieren in Nijmegen. Eind 19e eeuw is Nijmegen een stad voor renteniers geworden. En je ziet dat er ook daaruit Suriname, maar bijvoorbeeld ook het Nederlands-Indië, het Curaçao, mensen komen. Ja. En we hebben bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld van een diorama van een plantage in Suriname, Kerkshoven, die nu in de collectie is van het Valkhof Museum. En die is geschonken door de zoon van de laatste eigenaar van die plantage. Ja. U benoemt met name toeleveranciers, hè, als ik het zo beluister. Waren er ook echt eigenaren van plantages? Van, die mensen die in 1863 dat geld kregen, dat waren allemaal eigenaren. Dus dat waren meerdere plantages. Daar is gelukkig ook onderzoek naar gedaan. Je hebt een mooi project van Erfgoed Gelderland, waarbij ze eigenlijk kijken hoe zie je die sporen van slavernij terug. Maar je ziet bijvoorbeeld ook begin jaren 1830 een mevrouw die als slaaf gemaakt meegenomen is uit Suriname. Die komt dan in Nederland als bediende bij een familie in Nijmegen terecht. Ja. En dat is officieel niet meer een slavernij, want dat is het gekke aan het Nederlands systeem. Slavernij bestond uitgebreid in alle koloniën, maar in Nederland zelf was het officieel verboden. Dus op het moment dat de mensen naar Nederland kwamen, dan waren ze vrije mensen. Maar in de praktijk bleef ze iemand, die was met handen en voeten gebonden aan zo'n voormalige slaveneigenaar. Ja. Die bleef dus vaak als bediende werken bij die families. Ja, overgeleverd eigenlijk aan de... Ja, want die kon natuurlijk geen kant op. Nee. Ik vond in mijn voorbereiding een onderzoek van een van uw studenten, Matthijs Gerritsen, die onderzocht in 2018, zei u, nog het een en ander. Wat ik vooral lees is, het gaat over notabelen, hier en daar ook een bestuurder. Nou ja, het was een investering. Ja. En dat zie je ook hoor, we hebben het voor een aantal families uitgezocht. En dan zie je bijvoorbeeld dat ze, waar schrijven ze over? Ja, eigenlijk zien zij het gewoon als een belegging. Ja. En ja, dat moet geld opleveren. En dat er mensen zijn en dat mensen soms weglopen of dat er wat narigheid gebeurt met die mensen. Ja, dat zijn ze eigenlijk helemaal niet mee bezig. Ook omdat je moet bedenken dat met name voor Suriname de meeste slaveneigenaren, de meeste plantage-eigenaren, die waren van hun levensdagen nooit in Suriname geweest. Nee, dat vroeg ik me nog af. Want Nijmegen is nou niet bepaald de kustplaats. Dus je zit niet zonder meer binnen een paar tellen op een boot richting het overzees gebied. Hoe ontstond die band dan? Nou ja, meestal inderdaad omdat met name in de 18e eeuw zie je veel beleggingsfondsen opkomen. Die belegden in plantages. Oh ja. Sommige mensen hebben daar aandelen in. Andere mensen die erven het. Is een voorouder is ooit naar Suriname geweest. En dat zie je onder andere, maar dat is niet in Nijmegen, maar in Arnhem. Met plantage Vossenburg en die families die daar gekoppeld zijn. Die zitten in de 19e eeuw allemaal in het provinciaal bestuur in Gelderland. Ja. En hebben allemaal aandelen in die plantages, maar ze zijn ook die zijn nooit in Suriname geweest. Afgelopen jaren is er natuurlijk veel discussie geweest over bijvoorbeeld standbeelden van onze oude helden en straatnamen. In Nijmegen bijvoorbeeld van Heusstraat. Hoe kijkt u naar die discussie over of je dat soort vernoemingen vandaag de dag nog kunt verantwoorden? Nou, als historisch vind ik natuurlijk een hele boeiende discussie. Ik vraag het u niet van niks. Nee, dat snap ik. Wat ik denk is, vinden wij het als samenleving nog verantwoord? Kijk, in de jaren 50 had je ook Stalinstraten. Nou, die zijn allemaal verdwenen. Ja. En ik vermoed dat er zelfs wel ergens een Hitlerstraat is geweest in de Tweede Wereldoorlog. Nou, die is natuurlijk heel snel opgedoekt. Mm-hmm. De vraag is wat wij nog acceptabel vinden. Ja. En Van Heus is natuurlijk, gaat over Nederlands-Indië, over Indonesië. Daar kun je wel nodig over zeggen, over wat de man heeft uitgevreden. Ja. Maar dat geldt natuurlijk ook voor een aantal van de zeehelden. Ja. Maar wat je nu ziet in die discussie is dat slavernij op zichzelf een soort lakmoesproef wordt. Heeft de zeeheld wel of niet meegewerkt aan slaafhandel? Ja, nee. Dan is hij per definitie fout. Nee, dan is hij per definitie of dan is hij minder fout. Ja. En de vraag is of dat uiteindelijk de graadmeter moet zijn, want er zijn natuurlijk wel meer dingen die mensen hebben uitgevreten. Ja. En de vraag is, als jij je hele leven in de Witte de Witstraat hebt gewoond, dan heb jij een binding met de straat en met die namen. Heb je dan ook een binding met de persoon? Dat maakt het altijd een lastige discussie. Ja. Ik weet die Witte de Witstraat weet ik niet te vinden in Nijmegen. Misschien is hij door, maar dan ligt het aan mij. Ik weet er een Groesbeek in ieder geval alleen is. Die Van Heusstraat, ik hoor u niet meteen zeggen, we moeten stoppen met die namen.
Nou, als het wordt gebruikt als verheerlijking, dan wel. En op het moment dat dat duidelijk is dat we dat mensen echt fout zijn geweest, dan vind ik het een prima idee om straten te vernoemen. Er staat bijvoorbeeld een heel groot standbeeld van Jan Pieters van Koenenhoorn. Ja. Dat is een paar keer beklad. Nou, dat lijkt me een typisch standbeeld wat een mooi plekje moet vinden in het Openluchtmuseum. Als historisch fenomeen. Maar goed, dat is een kwestie uiteraard ook van hoe de gemeente en hoe de bevolking daarover denkt. Ja, wat zou uw advies zijn aan de gemeente Nijmegen als het gaat over weliswaar wat kleinschaligere discussies, maar over dit soort namen? Ik denk, neem de discussie serieus en kijk of het hoe het op te lossen is. Kijk, naamsverandering van straat geeft ook heel veel gedoe voor heel veel mensen. Kost geld. Het kost uiteraard geld, maar je zou, kijk, soms kun je het ook oplossen door goede uitleg erbij te geven. Want soms staat er een uitleg bij, geen uitleg bij of een uitleg bij dat je denkt, ja, maar daar heb je niks aan. En in sommige gevallen moet je inderdaad gewoon zeggen, nou, we moesten maar eens afscheid nemen van die persoon. Ja. Klinkt als een voorzichtig pleidooi om dat toch maar eens te gaan doen. Nee, het is een voorzichtig pleidooi om de discussie met elkaar aan te gaan. Ik denk dat dat altijd veel belangrijker is. Al dus de wetenschapper die... Zie je wel zo waak om stellige uitspraken te doen over deze? Nee, dat is de mens. Want ik ben namelijk erg voor dialoog. Ik geloof niet in hele stellige meningen waarbij iedereen altijd dit en dit moet vinden. Nee, ga alsjeblieft gewoon met elkaar praten. Omdat je dat je vaak veel meer overeenkomstig hebt dan dat er verschillen zijn. Mooi slot. Dankjewel. Tot slot de column van Kiki. Zij praat deze week in haar column over solastalgia. Nou ja, dat moest ik ook even opzoeken. Dit is In, de podcast. Voor iemand die regelmatig roept dat het hele systeem omver moet, kan ik soms ironisch slecht tegen verandering. Toen ik 12 jaar geleden op kamers ging, kocht ik via Marktplaats een tweezitsbank. Met een kietse bloemenprint, tegenwoordig noem je dat vintage. En ik houd tot op de dag van vandaag van die bank. Ik bleef door brakke dagen, ontving er goed nieuws, ging door breakups, had wilde vrijpartijen, sleepte mezelf door deadlines heen, smeet er nieuwe vriendschappen. Maar de bank is nu, 12 jaar later, versleten. De gele vulling pelt door de gaten in de stof naar buiten. Het is niet langer een gastvrije plek voor bezoek. En na 2 jaar proberen kan ik stellen dat het zoeken van een vervangend exemplaar niet realistisch is. Dus vanmiddag ga ik kijken naar een nieuwe bank. Zonder bloemen, moderner. En ik knies over het aanstaande afscheid van dat stukje thuis. En zo is het ook een beetje met mij in Nijmegen. Nijmegen groeit. Snel. Nu ben ik de eerste die zal roepen dat er altijd plek is voor iemand erbij. Als alle plaatsen bezet zijn, bouwen we een langere tafel. Die insteek. Maar dat betekent ook veel nieuwbouw. Meer steen, meer beton, meer wegen en meer auto's. Althans, dat is hoe het nu gaat. En ik voel dat in mijn lijf. Herkennen jullie dat benauwde gevoel als er weer een stukje groen is verdwenen? De teleurstelling die over je gezicht trekt als je tijdens een wandeling hijskranen ziet staan op de horizon? Binnen een jaar kun je hier niet meer wijds wegkijken, denk ik dan. En worden jullie ook altijd zo overvallen door die veranderingen? Opeens rijd ik door een woonwijk als ik over de dijk bij Lent fiets. Is mijn route naar de Vasium niet meer een fietstocht door oude industrie? Is mijn vaste rolschaatsplaats volgebouwd met padelbanen? De Australische filosoof Glenn Elbrecht bedacht ooit de term solastalgia, voor de pijn van het verliezen van een thuisgevoel. Voor het verliezen van de plekken die je troost bieden. Hij gebruikt het om de gevoelens te beschrijven van bewoners in een mijnregio. Die bloemenvelden, wijngaarden en weilanden plaats zagen maken voor grijze afgravingen. Ik denk dat het ook relevant is in een uitdijende stad. Dus wat moeten we met dat gevoel? Niet roepen dat de Nijmeegse grenzen moeten sluiten. Naast de natuur is gasvrijheid een van de krachten van Nijmegen. En je hoort me ook niet zeggen dat alle nieuwbouw uit den boze is. Maar wel dat we samen hard ons best moesten doen om alle nieuwe plekken zo snel mogelijk als een nieuw groen thuis te laten voelen. En dat we zoveel mogelijk mensen moeten huisvesten in de al bestaande bebouwing. Nijmegen Chantien krijgt de afgelopen week weer een pand in het centrum. Ton Hendricks liet dat pand al 2 jaar leegstaan. De krakers werden, ondanks geclaimde huisvrede, weer op straat gezet. De beloofde steun van GroenLinks en PvdA bleef uit. Ik kan tegelijkertijd inzien dat mijn bank een vervanging toe is
en rouwen om het afscheid. We kunnen iedereen een plek in het prachtige Nijmegen gunnen en ruimte geven aan emoties over een veranderende stad. PS. Op de website van In de Podcast zie je een foto van mijn oude bank. Mocht je er ooit zo in tegenkomen, laat het me weten. Dan bouw ik een nieuw oud stukje thuis. En dit was aflevering 89 van In de Podcast. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Rob Jaspers en mijzelf. Ik ben Raymond Jansen. Montage en audio nabewerking Thijs Jacobs. En heb je vragen aan ons? Mail dan naar redactie@indepodcast.nl. Ook voor suggesties voor onderwerpen of gasten. En volgende week dan zit ik weer tegenover Rob Jaspers. Dit is In de Podcast.